Dartnieuws en meer. Dartfreaks.nl. Leon de Geus, de winnaar van het Hermeco Open 2012. Allereerst gefeliciteerd. Hoe ging het gisteren? Ja, het ging echt super. Het ging eigenlijk gewoon echt helemaal vanzelf. Ik heb eigenlijk niet veel moeten doen om te gooien, dus niet hoef te werken. Dus ja, ik was goed tevreden. Ik heb de laatste 4-5 wedstrijden van je gezien gisteren. Eigenlijk kwam je in iedere wedstrijd heel makkelijk heel ver voor. Het leek alsof het geen enkel probleem kostte. Nee, dat klopt ook eigenlijk wel. Ik had ook echt, de focus was goed, de entourage was goed. Ik voelde me echt lekker en ja, eigenlijk had ik wel heel veel vertrouwen. Nu heb ik je ook een paar weken geleden gezien in Berlijn bij het Eurotour toernooi. Daar verloor je de eerste ronde 6-5 volgens mij van Alan Tabern. Wat heb je opgestoken van dat toernooi? Ja, ik denk dat de Eurotour heel erg belangrijk voor mij is om die belangrijke wedstrijden te gooien. Je kunt toch iets beter gaan omgaan met druk. En ik had een goede kans tegen Alan om te winnen. Maar het was steeds beter en je kunt het steeds makkelijker afmaken. Dus ik ben erg blij om dat te mogen gooien. Die ervaring kun je meenemen, want je bent inmiddels ook geplaatst voor het Eurotoernooi in Stuttgart. Ja, wat is daar dan het doel? De eerste ronde overleven of nog meer? Nee, mijn doel is toch wel om toch wel 1 of 2 rondes echt te knallen even. En dan hopen dat ik me eigenlijk nog kan plaatsen voor de EK. Maar zoals iedereen weet, PDC maakt niet uit Eurotour. Het is echt gewoon super moeilijk om daar een partijtje te winnen. Maar elke ervaring dit jaar neem ik mee en ik hoop dat ik er alleen maar beter van word. Je hebt je nu voor 2 Eurotour toernooien geplaatst bij de PDC. Betekent dat ook dat je toekomst bij de PDC ligt? Dat je in januari de Q-School gaat spelen? De Q-School weet ik nog niet. De Europese blijf ik sowieso gooien. Want de Q-School, ja, dat kost toch wel wat extra geld en wat tijd. Maar mijn hart ligt toch wel bij de PDC. Ik vind toch wel dat het allemaal beter geregeld is. En toch wel lekkerder gooien is als bij de BDO. Ik hoop dat ik ooit nog een keer op de EK mag staan. En dan maar rustig denken aan het WK ooit een keer. Dan hebben we zitten nu in augustus. Wat ga je de rest van het jaar doen nog? Waar kunnen we je vinden? Ik ga eerst nog even Stuttgart gooien en hoop dat ik daar goed presteer voor de EK. En dan ga ik even lekker 2 weken op vakantie met mijn vriendin. En daarna ga ik weer volle bak trainen en ja, hopen voor de komende jaren dat dat een keer wel lukt. Oké, dankjewel Leon. Ja, jij ook bedankt, Jack. Dartnieuws en meer. Dartfreaks.nl. Dartfreaks met een Z.